Hey, Remco, hoe is het? Goed. Ja? Leuk te zien. Ja, het was druk vandaag. Nou, niet zo, hè? Nee. Ja, mensen, ik ken het bijna niet anders dan dat het leeg is. Want ik heb het afgelopen jaar heb ik natuurlijk mijn vlogjes hier telkens gemaakt in een vrij leeg bovenhuis. Ik ken Remco heel goed. Maar wat zou ik graag zien dat we hier gewoon, dat het hier weer vol energie was. Dat we de leden zagen en dat de mensen die hier werken. En daarom heb ik besloten mijn nieuwe vlogjes te gaan wijden aan de mensen die hier werken. Zoals aan Remco en aan Nicky. Maar ik ga me eerst even keurig inschrijven. Dat moet, hè, want anders word je boos op me. Nicky, daar kom ik dan met mijn grote hengelmicrofoon. Hi. Hoi. Hey, jij bent een van de mensen die ik hier heel veel zie. Ja. En net zoals Remco natuurlijk, die hier altijd zijn. Ja. Maar je hoort het al aan mijn stem. Er zit bijna een echo in. Dit prachtige bovenhuis staat bijna helemaal leeg. Ja, het is eigenlijk leeg. Verdrietig. En we missen de leden en de mensen die hier zo graag komen vergaderen. Ja. Dat willen we graag anders zien. Ja, jullie hebben al meer dan genoeg van mij gezien. Dus, ja. Leden zijn heel erg welkom. Ja, absoluut. Ja. Hey, maar kun je mij nou eens even, en ook voor de mensen die nu zitten mee te kijken, aangeven hoe prachtig dit mooie bovenhuis is op het moment dat het weer zoomt van activiteit, dat er weer mensen rondlopen. Wat kunnen we hier eigenlijk doen? Ja, je kan hier eigenlijk alles. We hebben hier grote caravans staan waarvan een complete showroom wordt nagebouwd. Een congres wat je kan houden. Maar je kan ook gewoon een lekker borreltje drinken nadat je bij een vergadering bent geweest. Dus wat kan niet? En dat is ook gewoon het mooie en daarom komen leden ook zo graag. En hopen wij ook dat straks weer dat ze dat kunnen doen. En zowel als onze live evenementen als online. Zodat we in ons vergadercentrum kunnen we ook gewoon echt mooie livestreamings maken. En als mensen dan thuis niet willen komen, dan kunnen ze gewoon meekijken. Mensen, een borrel. Wat hebben we daar wel behoefte aan? En vooral een borrel met elkaar. Nou ja, hier kan het weer in het café. Het café is leeg nu. Ja, maar straks hopen we dat hij goed gevuld is. Zo is dat. Ja. Hey, laat maar eens even zien. Ja, kom mee. Ja, ik ga mee. Hey, dit is eigenlijk een replica van waar het ooit begonnen is, hè? Ja, klopt inderdaad. 90 jaar geleden. Ja, 90 jaar geleden in Utrecht, in het Noord-Brabantse café, zoals het noemde. Ja. En daar hebben we een replica van gemaakt, zodat leden die komen zich toch thuis voelen. Maar het is wel een heel tof verhaal, want de ondernemers die hier zaten, die zaten letterlijk aan de bar. En toen kwam het idee van, jongens, we moeten samen een vereniging oprichten, we moeten samen gaan en samen kijken wat we kunnen doen. Nou, heel soms ontstaan aan de bar de beste ideeën. Nou, meestal wel, ja. Ja, op de achterkant van een bierveeltje. Ja. Als ik nou echt wil vergaderen, ik ben een externe partij, ik heb niks met BOVAG te maken, kan ik dan hier ook terecht? Ja, ook dan kan je bij BOVAG terecht. Wij faciliteren eigenlijk voor iedereen. Mijn voorleden hebben een extra voordeel omdat zij natuurlijk lid zijn bij ons. Maar externe, zoals een andere bedrijf of als je niks te maken hebt met de mobiliteit, ben je hier van harte welkom. Gaaf, want we zitten hier natuurlijk wel lekker centraal aan die A12 en iedereen wil hier wel komen. Nou, je ziet nu hoe gezellig het hier kan zijn. Nicky gaat me nu even laten zien die vergaderzalen, want ik wil ik wel eens even van binnen zien. Dan heeft hij ook een beetje een idee. Het mooie van het halfronde BOVAG-gebouw is dat we ook een aantal zalen kunnen openstellen. Dus nu hebben we eigenlijk een kleine vergaderzaal, geloof ik. Maar ik heb hier natuurlijk ook met ledenraad en zo gezeten. En dan kun je 3 keer deze ruimte. Ja, het is een auditorium, zoals we het heel mooi noemen. En deze zaal kunnen we verdelen in 3 onderdelen. Nu zie je inderdaad de helft. In een normale capaciteit kan je dan echt wel 120 man in theater kwijt. Nu met corona zie je de opstelling, is het wat breder opgezet. Dan zit je op 1,5 meter en dan kan je in de volledige capaciteit 50 tot 60 personen kwijt. Dus corona of geen corona, in beide gevallen kunnen we veel mensen kwijt. En is het gewoon een ontzettend mooie zaal. Ja, dat is het mooie, mensen, want omdat het zo modulair is, dat het makkelijk kunnen opbouwen, is eigenlijk deze vergaderplek de meest coronaproof vergaderplek in het midden van Nederland. Ja, en alle mensen die ook in de coronatijd geweest zijn, zijn vol lof. We hebben alleen maar positieve berichten gehad. Wat is het hier ruim, wat is hier schoon en wat is hier fris. Mensen komen binnen en hebben gelijk het gevoel dat ze veilig zijn en dat het gewoon netjes is en dat het goed geregeld is. Ja, en dat willen we wel graag zo houden, want we proberen ons echt aan de regels te houden. Het is voor iedereen wel eens lastig, maar met een beetje goede wil van iedereen lukt dat gewoon. En hier kunnen we echt op een goede manier onze vergaderingen en ook die van anderen vormgeven. Kunnen we nog meer laten zien? Jazeker, we kunnen nog naar de andere ruimtes. Prachtig, met al die oude foto's. De hele historie van Nederlandse automobielgeschiedenis kan je hier op deze ruiten zien. Maar tegelijkertijd ook een hele mooie privé vergaderplek.
Ja, het zijn mooie lichte vergaderzalen met daglicht en volledig ingericht, waardoor je toch heel privé zit, maar ook met alle gemakken voorzien. Je sluit je laptop heel gemakkelijk aan en hij verbindt gelijk met de televisie en je hebt eigenlijk al wat oude visuele in hand. Hé hey Nicky, ik heb het wel gezien. Het is echt een fantastische plek en het is begrijpelijk dat zoveel mensen hier gebruik van willen maken. Wat zou jouw boodschap zijn aan de leden die dit nu gezien hebben? Ja, wees welkom. Voel je welkom en voel je veilig. De leden die het al kennen komen, zijn het graag gezien de gasten. Ja. Maar nieuwe leden en ook zeker leden die hier nog nooit geweest zijn, die zijn van harte welkom. Al kom je maar een keer langs voor een bakje koffie, dat mag altijd. Koffie sowieso even komen doen. Hè? Ja, zeker. Bij Nicky, Remco en als ik er ben, dan doen we het met z'n drietjes. En ik ben er best vaak. Maar als u gewoon nog nooit in het BOVAG-gebouw bent geweest, hè, dan kom een keertje naar ons huis. Dit is ons clubhuis, dat is ook uw clubhuis. Hier kun je fantastisch vergaderen of even een ontmoeting in het midden van Nederland. Hier kun je je zakenpartners, hier kun je, nou, je kunt eigenlijk iedereen hier ontmoeten. Ja, zeker. Gewoon doen. Hey, dankjewel voor de uitleg vandaag. Ja, graag gedaan. En ze gaan je nu wel bellen natuurlijk. Ja, hè? Graag zelfs. En je weet wat mijn motto is, hè? Ja. Bel BOVAG. Bel BOVAG.